Vorige kennisclip hebben we kunnen zien hoe ik probleemloos kon werken zeg maar, met IntelliJ met een remote connectie naar de HVA GitLab server. Zonder dat ik overigens ergens mijn wachtwoorden wat dan ook hoefde in te tikken of om de havenklap dat opnieuw moest intikken. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je het een en ander voor doen. En de beste en meest veilige manier om dat te doen is om een SSH key pair op te zetten. En zo'n SSH key pair bestaat uit twee stukken, een public en een private gedeelte. Het private gedeelte hou je lekker op je computer en het public gedeelte zet je op de HVA GitLab omgeving. En daarna werkt alles probleemloos. Om dat voor te doen hoe je zo'n SSH key pair maakt en opzet, heb ik dit filmpje gemaakt. En ik heb natuurlijk al zoiets, dus ik ga eerst maar even opruimen wat ik heb. In het algemeen worden op de lokaal, op je machine, worden die SSH key pairs, die worden in een directory gezet, die heet .ssh. En als ik daarin kijk, dan zie ik dat er al een key pair in zit en nog een variantie met known hosts. Die zullen we opruimen, dus wat ik doe is ik ga even weer terug en ik remove die hele .ssh directory. Ja, dus die is weg. Dus mijn lokale key pair is opgeruimd. Vervolgens ga ik even naar de GitLab omgeving. Ja, en ook daar onder de settings kan je bij de SSH keys kan je zien dat ik hier al een SSH key, een public SSH key heb staan. Ook die zal ik even opruimen. Hoppa. Ja, dus nu is in feite alles weg. En dan zal ik nu laten zien hoe je dat weer herstelt, of als je het nog niet had, hoe je dat kan aanmaken. Nou, de hele uitleg kan je ook hier vinden, van hoe je zeg maar, dat allemaal kan doen, ook op Windows. Ja, dus als je het nog eens precies wilt nalezen, dan kan dat hier plaatsvinden. Het genereren van zo'n SSH key pair, dat zijn eigenlijk twee smaken van, zeg maar. Je hebt er wat nieuwere, zeg maar, met die EDH 25519. Dat is wat beter dan de oude, zeg maar, RSH keys. Dus wat we zullen doen, is we zullen dit commando, zeg maar, even overkopiëren. Ja, dat is het commando waarmee je lokaal zo'n SSH key pair kan opzetten. Dus ik ga weer naar mijn lokale command line. Ik geef het commando SSH keygen minus t. Het smaak is de ED25519. En daar hoort een, zeg maar, een stringetje bij die in principe die key identificeert of koppelt aan een gebruiker. Het is verstandig om daar je HVA mailadres voor te nemen. Ja, dus ik genereer die key, dan zegt hij, waar zullen we dat doen? Nou, gewoon zoals gebruikelijk, neem gewoon de standaard locatie, dat is die .ssh directory. Dan wordt er gevraagd of je deze private key van dit key pair nog wil voorzien van een passphrase. Als je dat doet, moet je dat ding elke keer intikken, dus mijn advies is om dat niet te doen. En dan nog een keer te zeggen dat je dat niet doet, en dan is die aangemaakt. Ja, dat betekent wel dat dit key pair op jouw computer staat en dus niet voorzien is van een passphrase. Dus als iemand toegang krijgt tot jouw machine, op jouw lokale directory, dan zou hij die keys eruit kunnen peuteren. Oké, en om even te laten zien dat die SSH directory weer gemaakt is. Die is nu weer gemaakt. Als ik even kijk wat daarin zit, dan zit daar zo'n key pair in. Ja. Eén private zonder een extensie en één public gedeelte met een extensie, .pub. De kunst is nu om die .pub, de inhoud van die .pub, die public key, om die hier te kopiëren en te pasten, zeg maar, naar dat plekje in GitLab-omgeving, zodat dus de koppeling tot stand wordt gebracht. Nou, op een Mac-omgeving kan je dat faaltje, zeg maar, even uit laten typen. Dus ik zeg hier, kopieer even deze .pub. Ja, dus ik laat hem even op de console uitdrukken. En dan kopieer ik gewoon dat hele ding. Ja. Ja, het is op zich niet zo'n lange string, maar ik kopieer dat hele ding. Dan ga ik naar mijn GitLab-omgeving. Ik ga weer naar mijn settings. Ik ga weer naar die SSH-keys. En daar plak ik gewoon dat hele ding in. Ja. Ik zet geen expiration date. Ja, je kan er ook nog een expiration date meegeven. En ik zeg voeg toe.
En dan zegt hij, mooi, prima, dan hebben we de key weer gecreëerd. Dus dat wil zeggen dat onder mijn settings, SSH keys, daar zie ik nu keurig netjes weer een nieuwe SSH public key die ik net gecreëerd heb. Dus wat ik nog even samenvatten wat ik heb gedaan, is in mijn lokale omgeving. Ja, heb ik op een directory, zeg maar, op een, in de command line, heb ik een commando gegeven om een key pair aan te maken. Ik heb de public gedeelte van die keeper heb ik gekopieerd en gepaste naar GitLab. En daarmee is de zaak rond. Ja, als ik dus op dit moment bijvoorbeeld een project zou opstarten in IntelliJ. Wat al gekoppeld is met een project op de GitLab omgeving. Dan kan ik bijvoorbeeld een fetch doen. Git fetch. En dan komt er nog één dingetje op. De eerste keer dat hij dus met zo'n nieuw keeper contact legt met een server die hij nog niet kent, dan kan je nog even kijken of je van deze kant die server ook vertrouwt. Nou, in principe kan je dan de server key vergelijken met deze fingerprint. En als je hem zeg maar fijn vindt, dan zeg je oké. En dan zie je dat de connectie verder tot stand komt zonder enige vraag over wachtwoorden en wat dan ook. Wat er net gebeurde met die fingerprint van die server, die wordt ook opgeslagen. Als ik nu nog even weer kijk welke files er zijn. Er is nu ook een faaltje known hosts gekomen. En als ik dat even afdruk, dan zie je dat de GitLab server, zeg maar, onder dat IP-adres, dat we de fingerprint hier hebben opgeslagen. Dus de volgende keer vraagt hij daar niet meer om. Nou, dat was ongeveer alles wat ik te vertellen had. Onder Windows gaat het vrijwel precies hetzelfde. Daar is ook een .ssh directory. Daar is ook een commando, een iets ander commando, zeg maar, onder Windows mogelijk om dat te doen. En ook daar moet je even zien dat je de inhoud van die public file even cut and paste, zeg maar, naar de GitLab omgeving. En daarmee werkt alles. Nou, dat was het wat ik voorlopig had te vertellen over het aanmaken van een SSH key pair.